Een hele goede middag iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Ja, iedereen loopt hier echt serieus in korte broeken. Kan ook niet anders, want volgens mij is de zomer echt officieel begonnen. Dus hot. Hoi Petra. Het is echt heet. Zo schattig vind ik dat. Mijn werkgever zit buiten met zijn kinderen. Superleuk. Ik zie je zo. Ja. Dus volgens mij echt bijna 33 graden of zo, denk ik wel. Het is goed weer. Het is heet. Heet mijn kreet. Dus dat is wel cool. Het is ook nooit zo, echt zo heet geweest buiten deze week. Ik ga nu even naar mijn fruitshake toe. Mijn fruit maken. Hier in de schaduw is het lekker warm, omdat het mensen lekker koel elkaar zijn. Maar in de zon is het gewoon bijna niet te houden. Maar goed, we gaan nog wel weg. Dus we gaan lekker chillen. Hoi. Hoi. Schaduw is ook wel warm, buiten dat. Schaduw is ook wel 29,4 denk ik. Maar in de zon, waar ik nu op dit moment loop, is het zeker wel 32, 33 graden volgens mij. Want het is normaal. Het is zomer. Zo schattig om te zien, heel veel kinderen die ook weer buiten lopen. Dus ik ben het weer zo gewend om met de warmte heel erg heel ver te lopen. Eigenlijk. Het is wel heel lekker om fris neus te halen. Dat is toch wel belangrijk. Dus vandaar. Wel hoop ik dat mijn fruitmaker, mijn fruitshaker, wel gewoon open is. Want anders moet ik bij Larijna koffie of thee drinken. Is op zich ook niet erg. Kom ik graag, anyway. Want anders staat het echt open. Hier is natuurlijk nou de warmteprotocol. Want het is boven de 30 graden al meer dan 5 dagen. 4? Nee, 5 en nou, bijna 5. Maar nog 4 uur is 5 dagen. Dus het is echt hot. Zo. Het is gewoon niet meer normaal. Ik moet eventjes doen. Ik moet even kijken. Lisette, ik heb wel zin in een ijskoffie of zo. Of zoiets. We gaan even lekker chillen. Ik ben buiten, dus ik ben bij de fruittent. Ik zie je dadelijk, hoi. Thank you.
moet even. Zou je even opgezet? Het is net hot dan. Het is gewoon de temperatuur is gewoon uit het niets gestegen, want het is een reus. Ik wil zeggen, ik vind het lekker buiten. Maar ik heb ook een hele zware longaandoening. Dus dan is mijn longen zijn dit inmiddels na 5 dagen wel een beetje gewend. Maar het is niet zo dat het altijd gewend raakt. Want op het moment dat mijn longen zich niet oké voelen, dan is het dat ik een flinke klap krijg in mijn gezicht. En dat is dan best wel een klap. Dat is niet zomaar een klap. Want astma hebben is gewoon kut. Dus dat is gewoon helemaal, ja, dat is gewoon niet normaal. Ik word wel serieus lamaar. Dan weet ik niet of dat komt door het vloggen. Of door de warmte. Het kan een mengelmoes van allebei zijn. Dus ik pak even de volgende arm. We gaan even een stapje lopen. Het is heel druk in de stad op dit moment. Maar het komt ook omdat het zomer is. Hey. Ja, maar ik heb alleen het geld niet bij me, is dat heel erg? Die kan wel. Oké, okay, alles goed behalve aardbeien, die mag ik niet. Dus ik kies jij maar de lekkerheid. Welke? Pistas of zo? Volgens mij is hij net op, ik wil strijken. Kies ze maar een ander, behalve aardbeien, die mag ik niet. Pistas is goed, een hoortje. Ja, lekker doen, man. Kijk, dat vind ik content. Ik ga trouwens wel even content maken voor deze ijssalon. Als je in de buurt bent bij Vlissingen en je wil ijsje, ga toch sowieso naar deze ijssalon. Orno heet die. Shoutout naar Orno. Die gaat lekker ijsje, dat vind ik heerlijk. Daar zag ik geen nee tegen. Dat vind ik echt super lekker. Moet wel even mijn kogel weggooien. Kijk, dat vind ik lief. Mag ik je een shout uitgeven? Ja hoor. Jongens, shout out naar deze ijssalon. Thanks, ik ga het zeker wel genieten. Alsjeblieft. Fijne dag. Ja, dankjewel voor het ijsje. Ja. Dat vind ik echt lief. Dat vind ik echt super lief. Oh, kom in. Dat vind ik echt super lekker. Shout out trouwens naar een zak Orno. Super lekker. Ik ga zeker wel genieten van mijn ijsje. Dit vind ik echt mega lief. Dit waardeer ik enorm. Lekker! Mag ik zo'n foto? Ja, tuurlijk! Gaan we bij het bord staan? Ja hoor, we gaan even bij het bord staan. Het is jammer dat Nicky er niet bij is, jongens. Zeker? Het is jammer dat Nicky er niet bij is. Die ligt ziek op thuis. Die is ziek op bed. Gaat het met hem? Ja, gewoon de spierziekte. Oh ja. Ja. Ik kan alleen zo kijken, is dat goed? Yes, dank u wel. Ik met jou erop, mag ik komen? Ja, die wil mij ook doorsturen. Ja. Dankjewel voor het ijsje. Ik ga even ergens zitten. Kan ik binnen zitten? Of, ik ga even binnen zitten. Jongens, anders gaat mijn ijsje wel snel smelten. Dank u wel. Ja, geen probleem. Ik ga lekker genieten van het ijsje, jongens. Hopelijk vond je het nou een leuk video. Doe dan zeker even die duim omhoog. Heb geen abonneren op het YouTube kanaal. Bedankt voor het kijken iedereen. En tot de volgende keer. En later.